What's up guys, welkom bij een nieuwe Kicksfix video. Zoals je hoort is het in het Nederlands gewoon deze keer. Ik heb het gezegd in de vorige video, heb je hem niet gezien. Maakt niet uit, weet je nou. Hij is gewoon in het Nederlands deze keer. Laat me even weten in de comments wat je ervan vindt. Of je het liever in het Nederlands hebt of liever in het Engels. Uiteraard als je een Nederlandse kijker bent zou je dit misschien chillen vinden. Ik doe het omdat, ja, ik ben toch iets meer mezelf denk ik in het Nederlands. Ik kan iets makkelijker uit mijn woorden komen. Ik hoef niet zo lang te zoeken naar woorden. Dus ja. We doen hem even zo. Ja, we gaan natuurlijk wel gewoon even een unboxing knallen. De Air Max 1 Women's Clear Emerald. Volgens mij staat het helemaal niet op de doos, maar dat is wel die kleur. Ja, hier. White, Black, Wolf Grey. Ik had het wel even op moeten zoeken wat de kleur precies was. Ik heb wel al eerder Clear Emerald, of in ieder geval Emerald. Schoenen gezien toen ik nog bij Snipes werkte, hadden we Air Force. Dat was een Easter release. Maar die kleur vond ik er niet echt op lijken, dus ik had niet verwacht dat het deze kleur zou zijn. Maar het is dus de Clear Emerald groen die er op de mudguard zit. Op de camera is die best wel lastig. Komt die over elke keer. Zodra het licht maar net anders is, dan lijkt het gewoon weer een andere kleur. Ik heb ook best wel wat foto's online gezien die zwaar verschilden van elkaar. Maar ja, gewoon keihard zijn ze. Check hem uit. Super fris. Hier, nu verandert de kleur weer een beetje naar wat donkerder groen lijkt het. Maar ja, goed. Hopelijk in de b-rolls dat je wel een beetje kan zien wat de kleur echt is eigenlijk. Right, ja, ze komen van Foot Locker weer. Van mijn werk gewoon. Dus ik heb ze natuurlijk al gezien. Ik heb ze al even aan mijn voet gehad. Ik heb de sticker al aan de binnenkant gedaan. Je weet wat ik doe. Er zitten niet echt flaws in dit paar. De bubbles zijn clear. Die ziet er gewoon goed uit. Mooi doorzichtig. Cuts zijn gewoon netjes. Shape sowieso. Shape ziet er altijd super nice uit. Vooral bij de dames. Juist bij de dames bedoel ik eigenlijk. Lijkt wel alsof de toebox gewoon net iets platter is. Maar toch wel nog een beetje stijl omhoog loopt. Ziet er super nice uit. Ja, de andere kant trouwens. Wacht, niet daar zetten. De andere kant heb wel een soort van flaw. Ik weet niet of het te zien gaat zijn, maar even kijken hoor. Oh ja, nou, het is duidelijk te zien wel. Daar zit een gekke knobbel, kan je wel zeggen. Zie je? Hier kijk. Nou zie je het best wel duidelijk. Dus ja, op zich best wel jammer, maar ja, weet je. Je weet van tevoren al, als je wat van Nike koopt, dat er wel een kans is dat er iets niet helemaal klopt. Moet je maar gewoon een beetje voor lief nemen, denk ik, als hij van Nike houdt. Dus ja, dat is eigenlijk het enige. Want deze babbels zijn ook gewoon mooi, doorzichtig. Ook gewoon mooi recht, ook de babbels eromheen, of de mitsel om de babbels heen, mooi recht, geen vervormingen. Lekker recht gewoon. Oké, even wat materialen benoemen voor jullie. Zodat jullie weten wat het allemaal is. Je kan natuurlijk ook gewoon opzoeken, maar ja goed, anders kijk je mijn filmpje niet. Te beginnen, de mudguard. Focus maar even op de schoen gewoon weer. 1, 2, hartstikke idee. De mudguard is volledig veld. Net als de overlay backpanel. En dit piece hier ook allemaal veld. En een beetje OG-achtig gewoon. Sowieso is het een OG color blocking. Dat is altijd super fris. En we hebben hier op de toebox gewoon een lekker meshy. Wel een mooi mesh. Niet super speciaal, maar ja, gewoon fris. En voor de tong, dat vind ik wel nice. Weer het mooie. Een glimmende nylon. Lekker shiny. En dan de paars met clear emerald accenten op de tongue tag. De dames lezen ze weer. Iets wat smaller en wat stugger dan de herenlezers die erbij zitten. Ik moet ze eigenlijk nog wel eventjes omruilen. Want ja, ik vind ze toch wel net iets minder mooi dan die van de heren. Voor de leiding hier zo bij de hiel heb je weer mooie nylon. Lekker glimmend. En de binnenkant is wit. Met een clear emerald insole. En de paarse women's branding daarop. Wat ik, ja, op zich, het is wel handig voor schoon te houden. Zoals jullie weten, na het dragen doe ik eigenlijk elke keer mijn outsoles cleanen.
Omdat ik mijn kicks in zakjes bewaar. Zodat ze gewoon langer meekennen. Ik bedoel, ja, ik heb er zoveel. Waarom zou je er niet wat aan doen? Om te zorgen dat ze langer meegaan. En ja, gewoon niet snel zullen gaan krambelen en zo. Sowieso heb ik de tip daarvoor eigenlijk gewoon. Draag ze in ieder geval like, 2 keer per jaar of zo. Dan zullen ze toch minder snel gaan uitdrogen en alles. Even kijken hoor. We hebben in principe alles gehad. Oh ja, de outsole. Ik vind dus de outsole wel een beetje saai. Gewoon zo helemaal zwart. Er had voor mij zeker een wit panel ingemogen hier. Zo had echt nog vetter geweest. Nog een stukje paars ook. Had ook gewoon gekund. Had ook zeker vet geweest. Maar ja, alsnog. Het is gewoon een super vet paardje. Hij was, even kijken. Volgens mij was hij 100 euro. Nou ja, nog personeelskorting eraf. Je weet hoe ik het doe. Dus dat was gewoon weer een hartstikke mooie prijs. Maar ja, dus dan denk ik dat het gewoon tijd is om eventjes de en voet te gaan bekijken. Niet dan. Ja toch. Komt-ie. Oké, nou dat was de on-fiet gedeelte. Ik hoop dat je het vet vond. Laat me het even weten als je het vet vond. Druk gelijk even dat duimpje in. Weet je, maak hem even blauw. Staat veel mooier dan de grijs toch. En een blauw duimpje. Gelijk, mocht je nog niet gesubscribed hebben, mag je het gelijk even doen joh. Een belletje erbij, hartstikke idee. Ja, want dat is eigenlijk wel rounds up de video. Ik moet niet weer in het Engels gaan lullen. Gewoon even Nederlands deze ene keer. Misschien dat ik meer Nederlandse video's doe. Misschien dat ik er nu alvast een paar opneem. En dan later kijken hoe het gegaan is en weer of terug gaan naar Engels of niet. Of misschien toch wel een tweede kanaal maken. Ik weet het allemaal nog niet. We gaan allemaal even checken. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken en nog een fijn weekend. Peace.